print, the boodschap print today. Minister Ferrier buigt zich over kwestie Natin. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, is bezig een oplossing te zoeken voor de problemen die nu spelen op het Natuurtechnisch Instituut, het Natin. De situatie is zo nijpend dat enkele leerlingen vanaf het begin van dit jaar geen les hebben kunnen volgen in de vakken ICT, microbiologie, elektro, werktuigbouwkunde, Engels en wiskunde. De leraren zijn sedert de vorige week in beraad. Een van de oorzaken, volgens de docenten, is de slechte communicatie die er bestaat met de waarnemend directeur van het instituut. Minister Ferrier gaf in de Nationale Assemblée aan dat het ministerie een bepaalde aanpak van zaken heeft. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.